wat superleuks doen. Namelijk, van deze doos ga ik iets bouwen. En dat gaan jullie verder in de video zien. Dus we gaan nu beginnen. Ik laat jullie het laatste stukje nog even zien met dit. En dat gaan we even versnellen. Dus lekker gaan beginnen. Nou, het pietenparcours is af. En ik denk dat ik dan ga beginnen. Hier moet je 2 keer springen. Hier moet je zeggen wat het is. Fles, huis. Hier is een kwak, kikkersprong. En hier moet je op de gele jumpen. En waar je op jump, moet je zeggen wat voor vorm het is. Driehoek, vierkant rondje, vierkant driehoek rondje. En hier moet je huppelen. Hier een disco. Hier moet je hoog. Hier moet je laag. En hier moet je de wijdsprong. Hier moet je een rondje draaien. Hier moet je run. Hier moet je een rondje draaien. Dan moet je de pakjes in de schoorsteen doen. Nu de grootste, de moeilijkste. Oeh, en je mag 4 keer gooien. Dus ik mag hem nog 2 keertjes gooien. Oeh, nog 1 keer. Hopelijk krijg ik hem er nog in. Ah, jammer. En dat is het pietenparcours dus. Nou, ik vind het dus best makkelijk van die afstand, want die kan ik later weer 1 keer in. Dus ik ga hem nog iets verder zitten. Gedaan. En nu naar de start. Want nu ga ik het snel doen. Kijk, komt ie. Spring, spring. Nog sneller doen en nog een keer proberen. 3, 2, 1. Jump, jump. Fles huis. Neem je vierkant rondje, vierkant driehoekje rondje. Keer. Dus moet ik het nog een keer doen, want ik wil ze er in deze video in. Oeh, nog een keer proberen. Maar deze keer ga ik het op zijn snelste formule doen. Dus komt ie. Jump, jump, flash, huis, kikkersprong, kikkersprong.
super leuk. En ik ben heel blij. Alleen heel moe. Nou, als je de fiets helemaal leuk vond. En dat ik heel de tafeltennis ging rondrennen. Doe dan zeker een duimpje omhoog. Maak die zelf ook. En doe ook rond iets heen rennen. Maakt niet uit wat. Maar doe een duimpje omhoog. En als je nog toch gelijk bezig bent. Dan ook gelijk abonneren onder deze video. Doei. Nog een rondje.